I feel hideous. Seasick. Dat is echt heel erg kut. Een kapitein die zeeziek is. Hallo mensen, mijn naam is Tim Louis en welkom bij... Oh, wacht eens even. Nou kan ik weer terug doen, want ik stond met mijn rug naar jullie, dat is ook niet netjes. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Leaf Green Christian Let's Play. En ik ga jullie even een kleine update doen, want ik heb mijn Pokémon getraind en ze zijn nu geweldig. Hier, kom maar eens kijken. Onze squad bestaat uit... Octo van level 30 met... Headbutt, Hypnosis, Poison Gas en Confusion. Een goede moveset. We kunnen hiermee mensen irriteren. We kunnen ze of poisonen of in slaap brengen. In slaap brengen is heel goed voor het vangen van Pokémon. En poison, ja, dat doet gewoon damage. Dus dat is ook altijd goed. Ik kan niet wachten totdat we in... ik weet niet meer hoe dat stadje heet. Maar er is een stadje waar we Psychic kunnen halen. En dat is geweldig voor Octo. Verder hebben we Lizard. Ja, die is gewoon level 32. En die heeft nu Flamethrower. Ik weet niet of ik dat al heb laten zien. Maar hij heeft hem. Hebben we hier nog Gunsound met een hele nieuwe move. Super Fang. En wat deze move doet. Hij doet elke keer bij het aanvallen. Doet hij de HP tot de helft doen. En dan denk je van, oh, dan kan je elke Pokémon 2 hits killen. Nee, hij doet steeds de helft van het HP wat een Pokémon op dat moment heeft. Bijvoorbeeld eventjes kijken. Hier heb je het HP van, Gunsound. Dit komt bij de eerste Superfang tot de helft. En dan komt de helft van de helft weer tot de helft bij de volgende Superfang. Maar ik dacht, weet je, ik wist eigenlijk trouwens om eerlijk te zijn niet eens dat deze move bestond. Hij is cool en het kan heel handig zijn om eerst de goede damage te doen. Want de eerste hit is altijd gegarandeerd de helft weg van de Pokémon. Voor de rest hebben we hier nog Alola Ice. Ja, hij heeft nu Slash, Defense Curl, Swift en Poison Sting. Hij is wel een goede Pokémon. Hij is fucking defensief, jongen. Kijk eens naar de defensie. Dan hebben we hier ook nog Chiding. Hij heeft nu Pack, Knockoff, Swords Dance. Sorry, ik zei Swords. Dat is niet hoe je het zegt. En ook nog eens Fury Attack. Het enige ding is, ik heb hem een beetje te sterk getraind. En nou hij level 31 is, wil hij af en toe niet meer naar me luisteren. Omdat het een geruilde Pokémon is. Zijn er meer Pokémon? Oh ja, er is er nog eentje. Ik wilde Gel ook trainen. Alleen... Toen had ik, gisteravond had ik geen zin meer om hem op te trainen naar level 30. Dus ja, dat gaan we dus maar even niet doen. Ik ga wel een beetje af en toe met een wissel trainen. Maar hij staat nu gewoon leuk hier zo. Zo, en ik heb trouwens ook de levels van de gym eventjes opgezocht. Van de gym hier zo. De sterkste Pokémon is level 24. En als je denkt van, hey, dan ben je nu fucking overpowered. Nou... Die Pokémon, die kunnen ook geëvolueerde Pokémon zijn. En mijn Pokémon kunnen niet evolueren. Dus ik denk dat ik wel een beetje overpowered mag zijn. We gaan nu als eerste naar Gary toe. Of hoe ik hem ook heb genoemd. Volgens mij heb ik hem Bowser genoemd. Waarschijnlijk heb ik hem Bowser genoemd. Woehoe! Oké, wacht even. Waar was dat ook weer? Volgens mij was dat hier ergens. Denk ik. Ik heb deze game al tijden niet meer gespeeld. Oh, wacht, laat maar. Ik heb deze game... wel een paar dagen geleden gespeeld. Maar ik bedoel, ik heb deze game niet meer op dit punt gespeeld. Ik weet niet hoe de hele boot werkt, oké? Laat me gewoon. Daar is Gary, de motherfucker. Bonjour, Mario. Oh, fuck, hij komt uit Kalos. Imagine seeing you here, Mario. Were you really invited? So how's your Pokédex coming? I already caught 40 kinds, pal. Different kinds are everywhere. Crawl around in grassy areas and look hard for them. En dan gaat hij gewoon met me vechten, ja. Doe maar. Er is trouwens een heel leuke theorie over Gary in deze rival battle. Hij heeft hier namelijk een Raticate. En wij gaan die Raticate zometeen kapot maken. En als we dat hebben gedaan... Oh, zijn Pokémon zijn level 19. Ik ben zo fucking sterk nu. Maar ja, mijn Pokémon, die kunnen ook niet evolueren. Dus ik vind dat ik wel sterker mag zijn. Ik ga ze nu een tijdje niet meer zo erg trainen totdat de Pokémon echt op ons level zijn. Maar goed, ja, het is een theorie. Die heb ik niet bedacht, maar dat is gewoon een fantheorie op het internet. Dat wij in dit gevecht Gary zijn Raticate dood gaan maken. En dat hij, zodra we in Lavender Town zijn, dat hij hem daar aan het begraven is. Alleen, er zijn heel veel mensen die die theorie, ja, toch wel fout laten te blijken. Want er zijn ook, dingen dat Gary gewoon zijn Raticate weg had gedaan. Omdat het niet zo'n heel sterke Raticate is. Want weet je, Raticate in de allereerste generatie. Nu is die wel soort van goed.
Maar in de allereerste generatie was Raticate niet zo heel goed. Kijk hier, dit doet Superfang, hè? Bam, gewoon meteen tot de helft. En dan gaan we even kijken. Ik ga dit gevecht eventjes niet versnellen. Want dat mag ook wel eens. Gewoon helemaal tot de helft, dat is een goed begintje. En dan nog een Hyperfang erbij. Dus ja, ik heb ook nog allemaal verhaaltjes over ethiek en zo klaarstaan hoor jongens. Geen zorgen. Maar ja, kijk, hier is dus die Raticate. Zou ik gewoon een Rattata tegen Raticate doen? Dat zou wel leuk zijn, maar ik ga gewoon een Octo. Omdat ja, ik moet Octo wel een beetje showen. Want Octo doet best wel goede dingen, weet je wel. Hij is best wel sterk. Kijk, gewoon hypnosis als die landt. Nee, die landt niet. Oké, dan even hypnosis. Goed zo, oké. Nou, dan is die hypnosis dus geland, hè. En dan is hij nu in slaap. En nou kun je hem helemaal kapot maken. Gewoon confusion erbij. En dan is hij gewoon helemaal half dood. En zelfs meer dan half dood. En nog een keer in confusion. En dan zou deze Raticate, als het goed is, helemaal kapot gemaakt zijn. Goed, ja. En dan is de theorie dus nu dat wij nu hier de Raticate ook daadwerkelijk echt dood hebben gemaakt. Wat ik denk dat dat niet waar is. Ik zou kunnen uitleggen van... Psychic, hij leert gewoon Psychic. Dat wist ik niet. Ik dacht dat... Oh, holy shit. Hij leert het gewoon. Fuck jouw confusion. Kijk dan, 90 damage. Fuck jouw confusion. Wij gaan gewoon met Psychic, hoor. Oké, dan. Kadabra. Even kijken. Wat hebben wij voor een Kadabra? Ja, we kunnen het ding gebruiken met knock-off. Of Alola Ijs met zijn poison ding. Oh nee, wacht, dat werkt. Ofwel, nee, dat is juist niet effectief. Laat maar. Wat gaan we tegen Kadabra doen? Ik denk dat ik in Gunsout ga en zijn Superfang ga proberen. Dus ja, ik kom zo meteen met al mijn verhaaltjes over ethiek en zo. Want ik heb een leuk verhaaltje over muggen. En dan gaan we eerst even deze Pokémon dood proberen te maken. Kom op, Gunsoundje. Kan het! Nou, kijk, zie je, dat doet het toch goed. En dan nu een confusion. Dit gaat toch niet heel veel pijn doen? Nee, joh, dat doet helemaal niks, joh, man. Nog eventjes een hyperfang erop. En dan denk ik dat hij dood moet zijn. Inderdaad, goed zo. Even kijken, wat heeft Bowser allemaal te zeggen? At least you're raising your Pokémon. Gast, je moet niet zo'n snob zijn. Niet zo'n Sir Snotty. Dat is een grapje van een Inazuma Eleven dingetje. Dat zullen jullie waarschijnlijk niet snappen. Er is een karakter in die game die Sir Snotty wordt genoemd in zijn beschrijving. Dus ja, maar goed, ja, hij is dus een beetje dom. Want ik heb hem nou al de hele tijd zitten verslaan. En hij denkt nog steeds dat hij beter is terwijl ik hem versla. Weet je wat ik niet snap aan deze generatie, hè? Generatie 3. Kijk, je kon al gewoon rondrennen in de boot hier zo. Waarom hadden ze dat dan niet geïmplanteerd bij andere huizen? Misschien was dit om te testen of zo, of dat zou werken, dat ze dat dan zouden doen de vierde generatie. I feel hideous. Seasick. Dat is echt heel erg kut. Een kapitein die zeeziek is. En nou gaan wij hem rugmassage geven en dat doet waarschijnlijk alles. Ik kan me herinneren dat er een ding is waardoor hij weer ziek wordt of zoiets. Of is dat niet in deze game? Ik dacht dat er zoiets was. Using cut, bla 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 bla. En dan hier. Yuck, shouldn't have looked. En nou is de vraag, wie zegt van yuck, shouldn't have looked? Was dat Red die dat zei? Want iedereen zegt dat Red nooit iets zegt. Maar goed, nou eventjes mijn verhaaltje over muggen. Deze hele vakantie lang, hè. Dat is, heeft nog niks met het verhaal te maken. Maar deze hele vakantie lang heb ik maar... Oh, nou gaan we de Saint Anne wel zeggen. Doei, Saint Anne. Maar deze hele vakantie lang heb ik maar één keer een muggenprobleem gehad. Maar één keer en die was meteen de dag en na opgelost. Ik heb één nachtje met kutmuggen moeten zitten. En dat was de dag daarna opgelost, want ze waren toen weg of zoiets. En dat vind ik wel cool, want normaal heb ik in de zomer heel vaak muggen op mijn kamer. En die zijn er nu niet. Dus dat vind ik wel cool. Ik vind het gewoon leuk dat die muggen gewoon er nu niet zijn, weet je wel. Ik heb deze hele vakantie geen last gehad van muggen. Behalve bij die ene keer, weet je wel. En dat was een paar weken geleden of zo. Ah, goed, maar goed. Er is dus nu zo'n heel ding van... Mensen, zullen wij ervoor zorgen dat de mug uitsterft? Want muggen zijn kut. Dat is een heel ding. Mensen, professoren zijn aan het uittesten of het goed is dat we muggen... helemaal laten uitsterven. En iedereen zal denken van... ja, laten we muggen doodmaken. Want muggen zijn kut. Nou, weet je wat ik geloof, hè? Ik geloof elk dier... Oh, kijk nou eens. Chiding kan hem leren. Dan gaan we toch aan Chiding leren, joh. Kijk, ik geloof dat elk dier hier is met een reden. En weet je, ik geloof ook... laten we maar voor Fury Attack doen.
Ik geloof ook dat wij niet voor God mogen spelen. Al deze dieren, elk soort leven, want leven is iets prachtigs en iets geweldigs dat er bestaat. Ik vind elk soort leven verdient om te leven. En ook al zijn we gekut, ik vind het niet erg om een mug dood te slaan. Maar ik vind niet dat we ze op grote schaal moeten laten uitsterven. Want dat is gewoon kut. Ik ga het trouwens even opslaan. En als er nu iemand binnenkomt, dan komt er een knipje of zo. Want ik heb het gevoel dat er iemand nu naar boven komt. In deze gym was altijd heel kut. Ik snapte er niks van. Je moet dus een switch zoeken. Maar ik ken sinds een tijdje geleden een trucje wat je moet doen om deze switch te kunnen... Oh kut, hij heeft me gevonden. Oké dan. Pikachu kan mij helemaal niks maken, bitch. Ik mis populair. Ach ja, Oh kijk, hier. Dit is dus het ding. Dan is het van, hey, er is een switch. En dan is het ding nu, als je de verkeerde prullenbak opzoekt, dan gaat als je de verkeerde prullenbak aanklikt, dan gaat die switch weer uit. Dan gaat dit hele ding hier zo, dat gaat dan weer uit. Het ding is, deze prullenbak hier zo, er zitten 3 prullenbakken die deze switch kunnen hebben. En wat ik dus ga doen, we zitten op een emulator en ik heb geen zin om te gaan rondkutten hiermee. We gaan gewoon hier kijken. En als dat niet werkt, dan gaan we gewoon load game doen. Dan gaan we gewoon hier kijken. Nope, oké. Dan gaan we gewoon weer load game doen. En dan gaan we hier kijken. En dan is daar de second electric switch. Het is een beetje cheaty manier. Maar weet je hoe je dat doet in het echte Pokémon? Dan doe ik hem ook gewoon normaal opslaan met de save optie die hier is. Maar dat kan niet op een emulator. En dan ga ik dat ook doen. Dat doe ik meestal. Want ik vind deze gym gewoon kut om het op de manier te spelen zoals het moet. Weet je, dit is ook het punt waar ik vroeger nooit in Pokémon Yellow, want dat speelde ik vroeger ook als kind, waar ik nooit verder kwam. Want ik snapte deze gym niet, weet je wel. Ja, ik kon ook geen Engels, dus ik snapte ook niet precies wat er aan de hand was. Dus ja, dus het was een beetje kut. Maar nou weet ik wel wat er allemaal aan de hand is. En nou zijn we op het punt dat we helemaal blij zijn. Oh, kijk nou, is een Magnemite. Daarvoor gaan wij onze vlammenwerper voor gebruiken. Ik vind het zo cool dat onze Lizard al bijna net zo sterk is als een Charizard. Terwijl die nog maar gewoon een, nog maar gewoon een kleine Charmander is. En nou moeten we even oppassen, want Sandshrew, ik wilde bijna Sandshrew zeggen, die wil nu evolueren. Maar ja, muggen, ik vind elk soort leven op deze aarde heeft het recht om te leven. Want leven is iets prachtigs. Het is iets wonderbaarlijks dat dat zomaar bestaat, weet je wel. En ik vind, we moeten niet voor God gaan spelen en gaan beslissen welke diersoorten weg moeten. Want dat kan je gewoon niet doen, oké? Dat is onrespectvol tegenover de natuur. Dus ik vind dat, hoe kut muggen ook moeten zijn, ze zijn er maar 1 keer per jaar. Deal er dan gewoon even mee voor dat jaar. Sla ze gewoon dood, maar ga ze niet overal helemaal op een grote schaal vermoorden. Want ik vind dat gewoon niet kennen, weet je wel. Gewoon niet voor God gaan spelen. Want weet je, dit is de Christian Let's Play, hè. En weet je, ik ben zelf ook christelijk. Ik ben niet erg christelijk. Ik ben wel zo van, oh kijk, de switches blijven ook echt uit. Ik kan me herinneren dat in Pokémon Yellow ze elke keer weer uitgingen of aangingen. Dat hier weer een barrière kwam. Alleen dat is dus blijkbaar nu niet in deze game. Dus hier is Lieutenant Sarge. Wat je naam ook is. Hey kid, what do you think you're doing here? You won't live long in combat, not with your puny power. I tell you kid, electric Pokemon saved me during the war. They zapped my enemies into paralysis. The same as I will do to you. Oh yeah, apies. Ik heb het eerder gezegd, maar ik ben zo dol op dit liedje. Ik hou van dit liedje en ik vind het vooral cool in de oude 8-bit stijl. Echt waar, dit is een van de beste dingen uit de eerste generatie. Deze muziek. De muziek van de eerste games was sowieso al prachtig. Daar werd Pokémon vooral op geprezen. Dat ze zulke goede muziek konden maken. Met die kleine Game Boy, want zoveel mogelijkheden voor muziek had je niet met de Game Boy Color. Of nee, de normale ouderwetse allereerste Game Boy. Game Boy Color was van Pokémon Gold en Silver. Weet je wat een ding is? Weet je, vroeger snapte ik nooit wat dat was met die oude Pokémon games. Ik dacht van, oh,
Pokémon Silver en ik wist wel dat Pokémon Gold en Silver bestonden, maar ik wist niet dat die niet hetzelfde waren als Pokémon Yellow. Ik dacht ook, oh, dat is net zoals Pokémon Yellow een andere versie of zo. Weet je wel? En dat is dus het ding bij mij. Ik heb heel lang dat niet gesnapt. En ik dacht ook daadwerkelijk dat je van met die Pokémon kon ruilen. Alleen, ik kende heel weinig mensen die ook daadwerkelijk Pokémon Gold en Silver hadden. Weet je wel? Dus toen Pokémon Heart Gold en Soul Silver uitkwam, dacht ik van, hè? Wat voor games zijn dat nou weer? Die lijken een beetje op Pokémon van Johto. En ik had dus niet in de gaten dat het echt remakes waren. Want ik was een beetje dom. Ach ja, de goede oude tijden. Ja, weet je, ik speelde gewoon Pokémon. En welke game het ook was, boeide mij niet. Ik speel het gewoon voor de fucking lols. Maar ja, het heeft pas echt wel een paar jaartjes geduurd voordat ik besefte wat Pokémon Gold en Silver nou precies waren. En ik kan niet wachten om ze eens een keer te gaan spelen. Want heel veel mensen tegenwoordig die, weet je, vooral in Nederland heb je heel weinig mensen die Pokémon spelen. En de mensen die Pokémon spelen, die spelen niet van die oude games. Ik weet dat er een YouTuber is die ooit een Pokémon Silver Let's Play had. Alleen die had hem niet afgemaakt omdat dat niet echt iets voor hem was. En ik zelf ben ook wel dol op die ouderwetse Pokémon. Dus van mij kunnen jullie sowieso nog wel eens games verwachten van de oude games. Gewoon Pokémon Red, Blue, Yellow, die komen allemaal eens een keer op mijn kanaal. En Pokémon Gold en Silver ga ik sowieso een keer doen, want die games lijken me echt geweldig. Ik heb ze nooit gespeeld, maar ik wil ze heel graag spelen. You're the real deal, kid. Dus we hebben dit eventjes... Ik zat eigenlijk niet eens op te letten op Alola Ice. Heb ik heel slecht gespeeld, want hij had gewoon dood kunnen gaan. You're special, kid. Take this. Mario received TM34. Ja, want ons karakter is Mario vanwege de rode pet. Echt heel erg kut. Ach ja, we gaan trouwens best wel goed in deze game. We kunnen nu verder gaan. We zijn op 16 minuten, maar ik vind dat we een beetje progressie moeten maken. En ik had eigenlijk zometeen een afspraak met Lucas van Gaia Wolves en Sam. Dat zijn twee mensen van een ander YouTube-kanaal. Hey, bitchy, jij bent er ook. It's me, one of Professor Oak's 80s. Did you meet the other 8? He had a package from you for Mark. He said he looked for you around Route 2. Ja, luister vriend. Ik kan... Weet je, het ding is met die 8. Dat klinkt als 8. Nee, maar het ding is zo van... Zij brengen je pakketjes. Wat te maken heeft met welke... Hoeveel... Wat aantal Pokémon je hebt. Als je bijvoorbeeld 50 Pokémon hebt... Dan kan je naar bijvoorbeeld... de EXP share krijgen. Alleen omdat wij onze Pokémon niet mogen evolueren, hebben wij heel erg weinig Pokémon. We hebben op dit moment wel 58 gezien, maar we hebben er maar 13. En dat is ook wat jammer, want je moet een bepaald aantal Pokémon hebben om verder te gaan met deze game na de League. Want dan kan je ook naar een bepaald gebied of zoiets gaan. Oh god, waar ga ik nou weer naartoe? Dat is niet... Oh wacht, nee, daar kunnen we nog niet heen. We hebben een bepaald aantal Pokémon nodig die we hebben gevangen om naar een deel van deze game te gaan. En dat is kut. Want dan kunnen wij daar waarschijnlijk na de game niet naartoe. En wat, dat is jammer, want ik wil de aftergame ook wel spelen. Maar ja, dan moeten we maar eens wachten totdat ik deze game weer eens opnieuw ga spelen. Want ik ben van plan om ook weer eens een keer Fire Red te gaan doen. Dat is gewoon precies deze game, maar dan anders. En dan denk ik dat ik Fire Red op een normale manier ga spelen zonder enige... zonder enige challenge. Want dat is het ding. Meestal, de meeste Pokémon video's op YouTube zijn let's plays met challenges of speciale dingen. Bijvoorbeeld dan speelt iemand een Pokémon fan game of iemand speelt een randomizer. Of iemand speelt met een Nuzlocke of zoiets. En dat zie je overal. Maar je ziet bijna nooit meer een normale let's play van een game. Weet je wel, van de echte games. En dat ben ik van... En zelfs ik heb dat ook nog niet gedaan. Ik heb een Pokémon Emerald randomizer gedaan. Ik heb Pokémon Lunar Dark en Solar Light gedaan, die nog terugkomt. Die ligt nu stil. Maar ik ben van plan om die game opnieuw verder te gaan spelen na deze game. Dus wees daar maar blij voor. Oh, wacht eens even. Kut, ik ben helemaal verkeerd. We moeten Flash hebben voor dit deel. Ach ja, dan gaan we maar gewoon door Rock Tunnel heen zonder Flash. Zo erg is dat niet in deze game. En ik weet wel een beetje Rock Tunnel. Ik heb deze game wel genoeg gespeeld. En ook de ouderwetse game. Ik heb de ouderwetse Pokémon Yellow zelfs Rock Tunnel ingegaan zonder Flash. En daar ben ik een beetje trots op. Het ding is, ik heb dus ook nog geen normale, tussen haakjes normale let's play gedaan van Pokémon.
Ik heb tot nu toe altijd wel iets gedaan met een soort speciaal ding om het interessanter te maken. Maar het lijkt mij juist nu interessant om een game te spelen zonder een challenge, want dat is wat je niet meer ziet op YouTube. Even kijken hoor. Het ding is, we moeten nu Psychic gebruiken. Kijk eens, ik vernietig die hele Pokémon gewoon, joh. Go op, ga nou dood. Nee. Bellsprout. You suck, Bellsprout. Snap je? Want ik had een Bellsprout. Genaamd Sucker. Ha. 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 Grappig. Oké, dan. En het ding is ook, zodra we Surf hebben, kunnen we ook naar de Power Plant gaan in deze game. Want daar kunnen we Zapdos vinden. En dan denk je zo van... Oh, ik dacht even dat iemand binnenkwam. En dan denk je zo van, ja, dan kan je Zapdos vangen. Nee, dat mogen wij niet in deze game. Want de legendarische Pokémon, dat zijn de nepgoden van de Pokémon Christian Let's Play. Want dat is een regel. Dat de legendarische Pokémon geen echte goden zijn tegenover Arceus. Want ja, Arceus moet dan de god voorstellen. De echte normale god. En dan moeten wij dus die Pokémon, als we ze tegenkomen, vernietigen. En dat lijkt me wel een leuke uitdaging, om die Pokémon te vernietigen. We kunnen al die legendarische vogels kunnen we tegenkomen tijdens ons avontuur voordat we de League verslaan. Even kijken hoor. Als jullie trouwens iets op het achtergrond horen, dan is dat mijn vader die aan het douchen is. Geweldige tijd om nu op te nemen. Ach ja. Maar goed, ja, dat is dus wel een beetje het ding. We gaan al die vogels dan opzoeken en vermoorden. En misschien is het ook wel leuk... Oh nee, wacht, dat kan niet. Want om Mewtwo... Ik wilde zeggen, misschien is het dan ook wel leuk om Mewtwo als de echte eindbaas te doen. Want dat is de sterkste Pokémon uit deze hele game. Uit deze game. En dat kan niet, zolang je niet dat bepaald aantal Pokémon hebt waar ik eerder over praatte. Dus zolang je dat niet hebt, kan je ook geen... Hoe heet het nou? Mewtwo verslaan. Wat best wel kut is. Dus misschien moeten we daar eventjes een kleine regel van stoppen. Dat we voor dat soort dingen wel Pokémon mogen laten evolueren. Of misschien moeten we gewoon elke nieuwe Pokémon vangen die we zien. Ik weet niet of dat mogelijk is om zonder te evolueren alle Pokémon te kunnen vangen. Misschien is het mogelijk. Ik bedoel, we kunnen hier en daar wel wat trades krijgen. Beedrill, je bent zo geweldig, Beedrill. Het spijt me dat ik je moet doodmaken. Oh shit, nee, je mag niet evolueren. Stop. Stop hiermee. Fucking Alola Ice. Je mag niet evolueren. Goed zo. Waarom ga ik hierheen? Nou, misschien zijn hier nog wel leuke Pokémon. Nope. 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 Oké, hier zijn kut Pokémon. Goed dan. We gaan gewoon even verder kijken. We kunnen altijd nog... Ik weet wel heel veel plekjes waar nog nieuwe Pokémon te vinden zijn. Dus dat is een ding. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Man, ik ben echt fucking overpowered, joh. Ik hoef niet eens aandacht te besteden aan deze gevechten. Want ik hoef niet bang te zijn dat er iemand doodgaat. Zo sterk ben ik. Even kijken hoor. Oké. Hallo. Dat is echt heel erg sneaky dat deze persoon... Normaal bewegen de trainers niet. Alleen deze persoon beweegt wel. En dan denk je natuurlijk altijd zo van... Oh, dan is hij een normale NPC die niet vecht. Maar deze gozer die vecht gewoon wel. Dat is fucking sneaky Pokémon. Oh, fuck en weer een meisje. Al die meisjes altijd weer. Ze hangen aan mijn lippen. Oh man, letterlijk. Hier hoort de Voltorb te zijn, dus dan vangen we die wel even. Oh, dat werkt dus niet. Dan gaan we je maar eventjes in slaap brengen. Misschien werkt het nu wel. Yay! En hij werkt! Voltorb is van mij. En hoe ga ik jou noemen? Dat is de vraag. Ik ga je gewoon Bal noemen. Want je bent een bal. Even kijken. Misschien kan dit wel onze nieuwe elektrisch type Pokémon zijn. Je weet het niet. Of we kunnen Magnemite halen. Maar die heeft wel veel zwaktes. Waaronder, ja, vuur en grond. Nou, nee, niet grond. Want hij kan even levitate. Dat is waar. Ach ja, dat is tenminste een nieuwe Pokémon in de Pokédex. En vanaf hier ga ik denk ik de opname stoppen. Want we zijn alweer een tijdje bezig. En wie de fuck ben jij? Oh, Mario, I've been looking for you. It's me, one of the ever-present 80s from Professor Oak. If your Pokédex has complete data of 20 species, I'm supposed to give you a reward. Met een Everstone, dat zou goed zijn, want dan hoeven wij... Oh shit, we moeten nog 6 Pokémon hebben en dan kunnen we de Everstone halen. Waarom is dat zo goed? Want dan kunnen we die aan één van onze Pokémon geven en dan kunnen we die stoppen om te laten evolueren. En hoeven we daar nooit meer zorgen om te maken. Want een Everstone, als je die aan Pokémon geeft, dan evolueert die niet meer. En dat is heel erg goed, want dan hoef ik niet de hele tijd zorgen te maken dat ik ze per ongeluk evolueer. Dan moet ik even kijken aan wie ik die geef. Wie ik het meeste graag niet wil laten evolueren. Dus, mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan like. Abonneer zou ook wel leuk zijn. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye.